Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag weer een shopvlog. Yay! Mocht je mijn kanaal wat langer volgen, dan weet je dat ik nu sinds kort aan het dagelijks vloggen ben. En dat valt heel erg goed, maar vandaag heb ik dus een shopvlog in plaats van een vlog. En vandaag heb ik een shopvlog van Naked. En dit is de Marije Zuurveld collectie. Ik was heel erg benieuwd. Ik moet wel zeggen, ik heb het al wel eventjes in huis. Dus ja, geen idee. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal heb besteld. En nu ik dat ook zo zeg, denk ik, oh mijn god, mijn Klarna. Hoe is het daarmee? Ken je dat ook, dat je iets bestelt en dan blijft het even liggen. En dan denk je van, oeh, gaat het wel goed? Nou, dat stressmomentje, dat heb ik nu even op dit moment. In ieder geval ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht. Blijf dan gezellig even kijken, doe een duimpje omhoog. En abonneer ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Ik ben echt benieuwd. Het is vrij zwaar. Het is geen groot pakket. Maar ik weet wel dat ik een aantal bikinis heb. En ik heb 3 weken geleden of zo, bijna een maand geleden, een bikini shoplog geplaatst. En ik zat er even naar te kijken en dacht ik, oh mijn god, wat is er gebeurd in die maand? Ja, dit vind ik dus echt gek. En hier ga ik ook meteen mee beginnen. Want ik denk dus dat dit mijn favoriet gaat worden. Het is een bakpak. Ik was nooit echt een fan van bakpakken. Totdat ik laatst die van de Bershka had gekocht. Dat was dus die van de shoplog. Ik had zo'n mooie bakpak. Dus sindsdien is het soort van een liefde voor bakpakken ontstaan. Maar deze is dus heel mooi uitgesneden. Ik ga er gewoon spontaan voor staan. Ik vind hem zo mooi. Ik vind de kleur echt te gek. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Ik heb hem in de maat S. En deze is gemaakt van gerecycled plastic. Oh mijn god, dat is wel echt super. Oh, wat is dit mooi. Ik hoop echt dat het goed staat. Heel benieuwd naar deze. Oh mijn god, heel mooi. Voelt lekker. Nou, echt benieuwd hoe dit staat. Oh mijn god, ik ben zo verliefd in het leven. Heel mooi. Ik vraag me af of de kleur nou gewoon even goed overkomt. Ik heb nog wel gewoon mijn onderbroek hieronder aan. De achterkant, de voorkant is echt super mooi uitgesneden. Oh mijn god, ik ben verliefd. Nee, ik vind het zo mooi. Echt niet normaal. Even kijken, dan heb ik hier een topje. En een broekje. Oeh, oké. Hij heeft helemaal 0,0 vulling in het leven. Ik vind het wel echt een heel mooi stofje. Even kijken of die scherp stelt. Heel mooi stofje vind ik het. Zo geript. Ik vraag me af of stijve tepels hier doorheen zichtbaar zijn. Ik vond het in ieder geval heel mooi bij het model staan. De kwaliteit voelt ook heel goed. Oké, en daar heb ik dus dit broekje bij. Ik heb het volgens mij allebei in maat S. Ja, ik vind het dus echt super mooi. Oh ja. Aan de voorkant heeft het een soort van een V-hals. En daar hou ik heel erg van. En wat ik dus ook heel mooi vind is dat het zo lekker hoog zit. Oh, dat vind ik heel mooi. Mooi stofje en zo lekker stevig voelt het. Ja, ik hou hiervan. Ik hou hier echt van. Zo lekker hoog. Voelt echt stevig. Elastiek ook. Heel benieuwd hoe dit gaat staan. Medium enthousiast over deze. Ik heb het gevoel dat dit toch wel heel erg snijdt in deze zachte bedoelingen. Ik weet niet. Ik vond die van Bershka denk ik zodanig mooi dat ik dit nu niet zo chill vind. Het is op zich wel mooi hoor en dat stofje ook, maar ik zie mijn stijve tepel er doorheen. Dit is ook echt niet best om zo op YouTube te staan, maar goed, daar ben ik. Ik ben niet zo heel erg gecharmeerd van deze. Ik vond die van Bershka gewoon denk ik mij gewoon echt beter staan. Dus hier ben ik, ja nee. Ook dat V'tje is zeg maar leuk, maar met die andere had ik dat ook al en ik vind het niet echt iets extra's geven, dit dingetje hier. Nee. Nee, ik ben niet verliefd. Nee, zeer zeker niet. Oké, ik heb ook een spijkerbroek en ik ben echt die spijkerbroek chick. Ik heb echt niet normaal veel spijkerbroeken opgespaard afgelopen jaar. En natuurlijk moest ik een spijkerbroek bestellen. Ik vind altijd zo irritant hoe het open gaat. Stel je voor je wilt retourneren, dan ben ik echt altijd bang. Want het is echt zo geëscaleerd. En volgens mij had ze dus deze spijkerbroek. Oh, het is zo mooi. Ik vind hem nu echt... Ik vind hem nu al zo prachtig. Oh, ik hou hiervan.
Oké, dit is maat 36. En het heeft gewoon beide pijpen met zo'n soort splitsje aan de onderkant. En wat ik dus heel chill vond, is dat je deze dus in lang had. Want Marije Zuurveld is volgens mij best wel lang. En ik ben dat niet. En volgens mij hadden ze dus een lange variant en een kortere. En ik hoop dat ik dus de kortere variant heb. Ja, die heb ik. Oh my god, ik ben hier zo excited over. Ik vind dit echt prachtig. Zo'n mooie spijkerstof. Maar ik moet ook zeggen, ik raak aardig snel verliefd op spijkerbroeken. Helemaal duurzaam, helemaal, nou echt. Oh, ik ben echt zo verliefd. Oh mijn god, ik ben zo verliefd. Oh, toch? Dit is toch een leuk broekie? Of niet? I love it. Het enige wat ik denk, is plet het niet mijn reet? Omdat het toch aardig strak is. Oh mijn god, ik had vorig jaar had ik spijkerbroeken 34. De 36, ik kwam er nauwelijks in. Maar ik ben erin gekomen, oké? Nee, volgens mij valt het wel mee hoe erg het geplet wordt. En dus qua lengte is het echt voor mij meer dan perfect. Eigenlijk nog steeds te lang. Maar goed, dat maakt niet uit. Al mijn broeken in het leven zijn te lang. Dan heb ik ook een t-shirt. En hij was er ook in een blauw. Echt een super mooie blauwe kleur. Maar die was helaas al uitverkocht toen ik hem ging bestellen. Oh, wat een kwaliteit is dit. Zo lekker dik. Oké, besef, dit is maat XS. Echt gewoon beeldvullend. En hier staat, in van die witte letters, staat er so busy. Oh, dat vind ik heel mooi. Wat een stof is dit. Wauw. Heel mooi. Ik vind deze maat XS echt genieten. Zo groot. Ik zou dit letterlijk als een jurk kunnen dragen in het leven. En dit is dan die So Busy. Ja, ik vind het zo leuk. Ik vind het echt een leuk shirt. Ik hou ervan als de mouwen ook echt tot over mijn ellebogen zijn. I love it. Het is net een halve trui eigenlijk wat ik aan heb. Maar ik vraag me dus af, want het is best wel een hele dikke stof. Of ik dit heel chill bijvoorbeeld in zo'n dingetje kan draaien. Gezien het zo dik is. Dan heb ik ook een kort broekje. Oh, heerlijk zacht. Oprecht, de kwaliteit vind ik zo mooi. Ik vind de kwaliteit van Naked sowieso over het algemeen echt te gek. Lekker stofje. Het is niet je typische joggingbroekstof. Lekker zacht. Oh mijn god. Het is letterlijk een meest simpele korte broek ooit. En ik zit er zo lovend over te doen. Deze heb ik in maat S. Ja, eigenlijk. Het is je meest simpele korte broek ooit. Maar het voelt zo lekker. En ik denk dat die echt heel chill zit. Nou, echt ideaal voor de zomer. Als we hier nog een zomer gaan hebben. Uiteraard. Het heeft nog niet zo heel lang geleden gehageld. En weet ik wat allemaal. Dus ik houd niets voor onmogelijk. Dit broekje is echt genieten. Ik vraag me af of ik hem zeg maar zo moet dragen. Of nou, ik doe altijd mijn broeken heel hoog. En dan krijg je zo'n mooie pamper. Zo. Ik vind hem zo lekker zwierig. Ik vind hem echt heerlijk. Ik weet niet wat het is. Ik ben wel een beetje bang dat die elastiek gaat draaien. Zoals altijd bij alle broeken in de hele wereld. Love it. Maar het is gewoon heel simpel. Ik weet even niet wat het kost. Maar volgens mij was het niet heel erg goedkoop of zo. Dus even kijken of ik hem wel de prijs waard vind. Maar over het algemeen vind ik hem dus echt heel mooi. Oké, en dan heb ik hier nog wat. Oeh, wat is dit eigenlijk? Geen idee. Oh, ja. Dit is zo. Oh, dit is zo'n bodytje. Ja, dus dit is zo'n bodytje. Bodytje. Met één heel klein dun spaghettibandje. En het is wel een string body. Ik weet nog niet wat ik daarvan vind. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Het is wel echt weer een mooie kwaliteit. Volgens mij had je deze ook in meerdere kleuren. Hij is ook echt helemaal dubbel. Oh ja, bij de borsten is die dubbel. Of aan de bovenkant in ieder geval. Dus je kan hem prima zonder BH dragen. Ik denk niet dat stijve tepels heel erg gaan opvallen. Het is wel een string body. Ergens is dat wel chill. Want ik heb heel vaak met bodies dat ik echt zo'n dubbele bil krijg. Dus dat heb je hier in ieder geval niet meer. Dus dat is wel fijn. Oké, nou ik ben gewoon benieuwd hoe het gaat staan. Ik hou zo van asymmetrische topjes. Dit is hoe het eruit ziet zonder BH. Ik denk toch dat ik er wel een BH, een strapless BH onder zou dragen. Puur zodat je mijn tepels niet ziet. Want ik zie ze toch echt duidelijk aanwezig zitten. Dit is hoe het eruit ziet. Ja, ik weet niet. Ik hou hiervan. Ik hou van dit
hele kleine mini bandje. Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Dus deze ga ik waarschijnlijk wel houden. Ik hou gewoon heel erg van asymmetrie. En als het gewoon een boeiende halslijn heeft, dan ben ik al heel gauw tevreden. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk! Dit is die mooie blauwe kleur waar ik het net over had. Maar dit is dan een bikini topje. En ik dacht, waarschijnlijk, oh, dat bikini topje heb ik niet nodig. En dit is het topje. Ik heb hem echt puur en alleen voor de kleur besteld. Maar wel echt heel schattig. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat staan. Het lijkt wel alsof ik echt op het grootste zwemavonturen ga. Dat valt wel mee. En dan is dit het topje. Hier zit helemaal niks van vulling niet. De achterkant. Ik moet wel zeggen, met die topjes hier. Normaal gesproken heb je toch iets van een goed haakje of zo. En dit is gewoon zo'n plastic haakje. En die moet je door de stof heen doen. Dus je hebt niet een apart haakje ervoor. En waardoor ik hem dus echt wat lastiger vind. Dat heb ik echt met al die topjes gehad. Dus dat is het enige. Ik vind hem eigenlijk wel cute. Maar het is niet dat ik denk van, wow. Nee, dat is het zeker niet. Maar wel gewoon cute. En voilà. Hè? Is dit niet precies hetzelfde wat ik net had? Oh, deze is zonder ribbeltjes. Oh, dit gaat niks doen voor mij. Oh, dit gaat echt helemaal niks doen. Oké, maar we gaan toch echt even zien. Oh ja, deze heb ik in 70C. Ik geloof dat dat mijn BH-maat is. Maar volgens mij is dat inmiddels niet meer zo. Het is echt al 10 keer veranderd en ik weet het eigenlijk ook allemaal niet meer. In ieder geval, dus ik heb nog dit bikini topje. Ik dacht, nou ja, we gaan het even meemaken hoe dit staat. Want zoals ik al zei, ik heb best wel wat bikini broekjes in het zwart. En ik denk dat ik gewoon een leuke top erbij wilde. Geen idee wat ik wou. Maar goed, ik heb in ieder geval deze erbij. We gaan zo even kijken hoe die staat. En dit is dan het andere topje. Dus die andere was met dat geribde stofje en dit is de normale. Het is een prima topje, maar ik ben er echt niet weg van. Plus ik zie mijn stijf tepel en ik hou er helemaal niet van. Dus deze ga ik waarschijnlijk terug doen. Dit loopt net. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Nee. Mm-mm. Nee, ik voel hem niet. En dat was de shoplog van vandaag, jongens. De Mariah Zuurveld collectie van Naked. Natuurlijk heb ik niet alles, maar ik had gewoon de dingen besteld die ik het leukste vond. En die nog op voorraad waren. In ieder geval, laat me weten wat je ervan vindt. En of je zelf wat van de Mariah Zuurveld collectie hebt besteld. En dan wil ik jullie nu bij deze heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!